Waarschijnlijk van een wolf en dat is een 10 jaar terug. Dus, maar waarschijnlijk, hè, we weten het niet zeker omdat we toen niks vastgelegd hebben, jammer genoeg. Het had s'nachts gesneeuwd en toen vonden we een spoor wat heel verdacht veel leek op dat van een wolf. Heeft u bewijs verzameld? Nee, helaas niet. Jammer genoeg. Toen hadden we ook geen mooie mobieltjes met camera. We hebben het bewust een beetje stilgehouden, want dan valt gelijk de hele menigte over je heen. Met name ook de buurt en ook mensen die gelijk argwanend zijn, maar ook mensen die kwaad willen. Hier is het spoor begonnen en dan langzaam weer terug richting Duitsland via het Wolseveen. Dat is zeer goed mogelijk, maar bislang gibt es nur Hinweise und keine Beweise. Und ein Durchzieher macht noch längst kein Rudel, sondern da müssen schon mehr kommen. Die meisten, die hier gesehen werden oder die nachgewiesen werden könnten, die ziehen hier durch und sind danach nicht mehr gesehen.